Tony Kok, jullie e-sporter, volgens mij heeft hij twee dagen voorgehouden. Dat is het einde verhaal. Dat is het einde verhaal. Dat is een spijtig verhaal. Um, ja, hij, er waren wat dingen naar buiten gekomen over uh, ja, hoe hij over PSV dacht en wat uitspraken. En die pasten totaal niet bij de kernwaarden van PSV. En uh, dat is een spijtig verhaal. Dus we hebben gezegd uh, dat willen we niet. daar stoppen we mee. Dat is voor hem pijnlijk. Dat is voor ons pijnlijk. Maar uh, wij staan voor een aantal zaken. En uh, daar zijn we dus mee gestopt. En uh, we gaan nieuwe zoeken. En ja, de volgende keer moet de screening van ons beter. Ja, want dit, dit nemen jullie zelf al kwalijk dat die, die screening in ieder geval niet te rijk is geweest. Ja, dat is maar een mooi voorbeeld van evalueren. Je kijkt naar jezelf, je kijkt naar de andere kant en je neemt beslissingen. En de volgende keer moet de screening gewoon beter.